De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Nou, zie je, wat zei ik je? Martin is in topvorm. Lijkt erop dat het goed met hem gaat. Hij heeft nergens zijn adres erop gezet. Hè? Het zou me verbazen als hij een adres heeft. Hallo. Hallo. Hi. Ik heb de boodschap al gedaan. Wat is dat? Zelfportret van Martin. Opmerkingen over de familiegelijkenis worden niet op prijs gesteld. Ik zeg niks. Wanneer is het gekomen? Nu net. Het is Martin's manier om me te bedanken voor het betalen van zijn rekening. God, wat een ogen. Ja, lijkt net alsof hij dwars door je heen kijkt. Hè? Kent u hem goed? Ik zal jou geheim vertellen. Als jij durft te lachen, dan vermoord ik je. Als meisje was ik waanzinnig verliefd op hem. Dat is geen geheim voor me. Oh, het was mijn grote middelbare schoolliefde. Ik heb het hem nooit durven te zeggen. Heeft hij gezien? Nee. Martin is niet getrouwd. Daar zit de man niet naar. Hij was altijd erg op zichzelf. Het leek wel alsof die andere mensen helemaal niet opmerkten. Hij zag zelfs niet hoe Willem met grote ogen vol onbeantwoorde liefde aanstaarde. Ik wist wel dat jij mij weer in de maling zou nemen, ja. Weet je nog dat je me altijd aanbood te helpen pakken als hij weer eens op reis moest? Ja. In de hoop dat hij je mee zou vragen. Wat hij nooit deed. Mm-hmm. Ik was altijd zo jaloers op jou. Jullie hadden zo'n hechte band. Hij geloofde toch in telepathie en dat soort dingen? Oh, hij geloofde in alle rare dingen. Alles. Het was een echte romanticus. Die dromen van jou zijn echt heel vreemd. Misschien probeert hij wel in contact te komen met je. Ach, wel nee. Martin en ik hebben inderdaad een hele sterke band, maar ik weiger te praten over telepathie en dit soort nonsens. Ja, maar jij kan het nonsens vinden. Misschien heb je ook wel gelijk, maar zoals hij erover kon praten. Hij geloofde er zo heilig in, dat je het bijna zelf ging geloven. Hoe laat ga je weg? 7:00. En dan heb je het huis voor jou alleen, dan kan je ongestoord werken. Het is goed voor je om er eens uit te gaan. Ja, het zou nog beter zijn als jij me een keertje mee uitnam. Karin, ik heb meer dan genoeg van je eeuwige geklaag. Godvoeren nam je nooit je werk mee naar huis, had je altijd gezellig achter de krant. Ja. Maar als ik de baan van Van Driel wil hebben, zal ik er iets voor over moeten hebben. Oh, dan god zeg, schij maar uit, hou maar op en dan gaan we weer. Dat heeft toch geen zin? Ik heb liever dat je me niet meer belt. Nee, ik wil je ook niet zien. Je maakt die jongen wel moeilijk, hè? Hij verdient het toch, die lul. Waarom probeer je niet eens een keertje van zijn kant te bekijken, Jan? Van zijn kant? Het is toch al duidelijk genoeg? Ik had mijn kont nog niet gekeerd of hij dook met de eerste de beste het bed in. Zo is het helemaal niet gegaan. Het is niet de eerste de beste. Je kent dat niet helemaal niet. Tim wist gewoon niet wat hem overkwam. Het verbaast me niets dat jij partij voor hem kiest. En wat bedoel je daar eigenlijk mee? Jij vraagt je nooit af hoe een meisje jouw puberale macho gedrag ervaart. Realiseer jij je wel eens wat je Mirjam allemaal hebt aangedaan? Dat heeft hier niks mee te maken. Oh. Ik vind dat Tim die al lullig heeft behandeld en dat kan je niet ontkennen. Jullie veroordelen hem al zonder te weten hoe het gegaan is. Nou, ik heb gezien hoe het eraan toe ging, hè? Ja, jij. Ja, jij staat altijd met je oordeel klaar. Dat is met iemand als jij ook wel nodig. Het zal ook niet in je opkomen om te bemiddelen, hè? Nee, jij speelt liever rechtertje. Nou, daar ben ik ook nogal goed in geworden. Je hebt me flink laten oefenen. Ja, maar niet als rechter. Eerder als dominee. Als ik een keer bij je kwam om wat vies te kreeg ik een zedenpreek. Hé, dat is nieuw. Oh ja? Sinds wanneer ben jij bij me geweest voor advies? Als je eens een keer beter zou luisteren, dan zou je daar het antwoord wel op weten. Jongens, hou op alsjeblieft!
Als jullie je ruzies voor de zoveelste keer willen overdoen, alsjeblieft ga je gang, ja. Maar gebruik niet als excuus mij en Tim. Dian. Oh, ja. Ik begrijp het. Ja. Ja, je wordt bedankt. Wat was dat? Ach, die balken die we besteld hebben zijn er niet gearriveerd. Het stuurde onze plannen voor morgen helemaal in de war. Oh. Wat nu? Nou, misschien kunnen we die kozijnen van de slaapkamerramen vast in elkaar gaan zetten. Daar heb je mij niet bij nodig. Nou, je zou er misschien iets van kunnen leren. Zullen we dan maar naar het café gaan? Nee, ik kan niet. Ik ga zo sporten. Ja. Hey, hoe is het eigenlijk met Trix? Trix? Die is helemaal van de wereld door die Frits. Dan heeft hij 2 dagen niks van zich laten horen en daar krijg ik natuurlijk de schuld van. Ja. Heb je het daar niet een klein beetje naar gemaakt? Sorry, meneer Harmsen heeft een klacht over jullie. Oh ja? Was u vanochtend om 7 uur al aan het boren? Ja, met Radio 3 keihard aan. Dan heeft u mij dus wakker gemaakt. Nou, en? Als dat nog een keer gebeurt, dan bel ik de politie. Geluidsoverlast is verboden. Er zijn wetten om mensen te beschermen. Wat ironisch dat u juist begint over het beschermen van mensen. Vertelt u mij eens, wie kan dokter Dekker beschermen tegen u? Ik wil het niet over die man hebben. Dat is een aanfluiting voor zijn beroep. Hij heeft mij in koele bloeden met geweld gedreigd. Vertelt u mij eens even waarom die dat eigenlijk gedaan heeft. Wat voor roddels vertelt u eigenlijk rond? Ik heb niets dan de waarheid verteld. De mensen kunnen hun eigen oordeel over deze dokter vormen. Ik heb alleen maar medelijden met dat jonge vrouwtje van hem, dat in den vreemde vertoeft. Mooi hoor. Wat mij betreft mag u hem nog wel harder aanpakken. Telkens als die man zijn mond open doet, dan begin ik te betwijfelen of vrijheid van meningsuiting wel aan iedereen besteed is. Nee, ik had niet zo tegen jullie moeten uitvallen. Ah, je had groot gelijk. Ik had me er juist niet mee moeten bemoeien. Er zit jou wat dwars niet. Waarom denk je dat? Ik ken je toch? Ik zag het meteen toen ik terugkwam. Kom, John, wat is er? Echt een open boek voor jou, hè? Nee, dit is iets wat ik zo moet uitzoeken. Je kan me echt niet helpen, oké? Hou jij je nou maar bezig met Tim? Hij verdient een herkansing, vind ik. Hey, hoi. Hey, Dian, dit is Anita. Wat leuk! Ik keek er echt naar uit je te ontmoeten. Oh ja? Ja, hey, we moeten eens over Tim praten, vind je niet? Ik zou niet weten wat er te bepraten valt. Zal ik even wat te drinken halen? Tim zei me dat het niet zo goed ging tussen jullie op het moment. Dat is onze zaak. Luister, ik wil niet dat je ermee zit dat Tim en ik iets hadden. Het kan jou echt helemaal niks schelen, hè? Jij zult wel meerdere vriendjes hebben. Nee, op het moment niet. Alleen Tim. Wat mij betreft mag je hem houden. Nou, ik zal het doorgeven. Je bent echt een trut. Geen wonder dat Tim het bij iemand anders is gaan zoeken. Hé, ik zie je. Hé, wacht jij me even hier, dan haal ik de auto. Kan jij wat langer blijven? Nee, ik kan niet. Oh, waarom niet? Heb je een afspraak? Ik ga ergens eten en daarna uit. Heeft Frits gebeld? Mm-hmm. Hij belde gisteravond. Ik zei je toch dat hij dat zou doen? Ik was zo bang dat hij zijn belangstelling had verloren omdat die stomme broer van me zo hard moest knokken. Nee, hij kan niet uit je buurt blijven. Zo gaat het nou altijd. Als je denkt dat je hem kwijt bent, dan komt hij opeens weer. En als je denkt dat je hem hebt, dan gaat hij weg. Het hoeft niet per se zo te gaan. Bij mij gaat het altijd zo. Nou, kom op, jij bent gewoon nog nooit een goede jongen tegengekomen. Een goede jongen voor mij? Die woont ergens op de Bahama's of in Japan. Kleine kans dat ik hem ooit tegenkom. Café de Cactus. Trix, ik ben het, Frits. Hallo, hoi. Fijn je stem te horen. Ik kijk zo uit naar vanavond. Nou, sorry lieverd, het moet maar een ander keertje worden, want ik heb een griepje. Ik kan het vanochtend opeens opzetten. Het is beter als ik binnen blijf. Oh. Ja, ik ga naar huis en duik meteen mijn bed in. Ik bel je wel voor een afspraak, oké? Ja, natuurlijk. Beterschap. Dag. Dag. Hij belde af. Hij heeft griep, zegt hij. Oh, wat jammer. Hoe klonk hij? Kerngezond. Hé, hey, jij daar. Ik heb het tegen jou. Ja? Wat wil je? Ik wil dat je Anita met rust laat. Goeie vriendin van me. Hé, hey, Nico. Waar?
Vergeet dat vriendje van je maar. Hij is van Anita, begrepen? Voel jij je soms te goed om met mij te praten? Waarom ga jij niet iemand anders lastigvallen? Zoek jij soms problemen? Donder op. Hoor jullie dat? Heb jij wel van je papi en mami geleerd dat jij zulke taal mag uitslaan? Hoeveel zakgeld krijg jij eigenlijk wel niet? Volgens mij kan daar best wel een rondje vanaf. Wat een lekker stuk is het, hè? Voel jij er niet wat voor? Of jij? Ze is namelijk net haar vriendje kwijt. Blijf van me af! Wat gebeurt hier? Hé, ik vind het hier lastig. Het is oké. Laten we gaan. Die zullen wij eens mooi een lesje leren. Mag ik binnenkomen? Hoe je doen? Ik ben zo ziek als een hond, dat heb ik je toch gezegd? Ja, je ziet er vreselijk uit. Nee, gaan we weer naar huis? Ik ben niet zo in de stemming voor bezoek. Ik kom niet op bezoek. Je hebt iemand nodig die voor je zorgt. Hou op, Trix. Ik ben volwassen. Als ik met je klaar ben, dan voel je weer net zo fit als anders. Luister, lieverd. Ik ga in bed liggen met een fles whisky. Dus bedankt. Volgende keer beter. Goed? Kleed je maar uit. Daar ben ik niet echt voor in de stemming. Stel je niet aan. Je neemt een heet bad en dan maak ik intussen een grog voor je klaar. Wat? Antigrieprecept van mijn moeder. Ja, laat je niet wegsturen, hè? Straks zul je me dankbaar zijn. Is dat allemaal voor een aansterkend soepje? Hoe raak je het zo? Schiet nou maar op en laat het bad vol lopen. Ja? Hallo, ik woon aan de overkant en er is een pakje afgegeven. Oh. Voor mevrouw R. Prent, klopt dat? Ja, dat is mijn moeder. Ze is invalide, komt de wet niet meer uit. Oh, vandaar. Want ik was al eerder geweest vandaag, maar er werd niet open gedaan. Sorry, ik wist niet dat... Ja, mijn moeder zei al dat ze de bel had gehoord. Ah. Zijn jullie al een beetje gewend? Ja, zeker, zeker. Het is een mooie flat. Ik weet dat ik een beetje klink als de bemoeizuchtige buurvrouw, maar... jullie hebben het er wel een beetje zelf naar gemaakt met al die geheimzinnigheid. Dat begrijp ik niet. Nou, iedereen wist dat jullie er waren, maar niemand had jullie ooit gezien. Oh. Ja, nou... Mijn moeder gaat niet uit, zoals je zult begrijpen. En ik draai wisseldienst in het ziekenhuis. Ah, u werkt in het ziekenhuis. Oh, dan kent u vast wel dokter Dekker. Simon Dekker, dat is een goede vriend van me. Ik werk in het lab. Ik ontmoet niet zoveel mensen. Bedankt voor het brengen van het pakje. Graag gedaan. Nog bedankt. Ja. Graag gedaan. Sorry dat ik zo wegliep. Oh, is geen punt. Ik ben voor je opgekomen. Ja, nou, ik had het kunnen weten dat ze zo was, die Diane Albert. Nou, het is toch niet zo gek dat ze zo lullig doet. Je hebt tenslotte een vriendje afgepikt. Nou, afgepikt. Hij wil niks meer van me weten. Ja, hij wil haar terug. Zeg, die ouders, hè, van haar, die zijn rijk, hè? Oh, ja, dat kan wel. Dat weet ik niet. Ik dacht dat het niet veel voorstelde tussen Tim en mij. Het is gek dat je juist iets meer wilt als je iets kwijtraakt. Heeft zij nog broers of zussen? Hm? Wie? Diane? Ja. Oh ja, een broer, John. Oh ja, die heb ik gezien. Ja. Ik rekende op Tim. Wat ga je eigenlijk doen als je vader gaat verhuizen? Oh, dat weet ik niet. Ik ga in elk geval niet met hem mee. Ik kan je helpen. Ik heb vrienden die wel iets voor je kunnen regelen. Ja, ik heb die vrienden van jou gezien. Ik mag ze niet. Ja, nou ja, ik ook niet zo, maar ja. Je neemt wat je krijgen kunt, hè? Je zit niet voor het uitkiezen, toch? Wat drink ik eigenlijk? Heet water, citroensap, honing en een scheutje cognac. Nou, de cognac maakt een hoop goed, maar de rest? Mijn moeder maakt het altijd. Het werkt onmiddellijk. Je moet goed uitzweten. Straks kom jij nog met zelfgebreide likdoornpleisters aanzetten. Nee, geitenwolle sokken en zo'n half lange onderbroek. Zo'n gelige, opwindend. Ja, leuk. Maak me maar belachelijk. Wat is dat in godsnaam? Dat is een half doorgesneden ui. Dat maakt slijm los. Nog één? Huh? Of je nog iets wilt drinken? Nee, dank je. Wijn. Mirjam, mag ik nog een spa? Wat wil jij drinken? Hoi, wijn. Ik vroeg het je net nog en toen zei je nee. Ja, dat was toen. Nu is nu.
Dan wil je wijn voor Linda graag. Wat je wil. Vertel het eens, waar wilde je me over spreken? Weet Arnie dat jij hier bent? Nee, hij zal wel weer denken dat ik bij Philips ben. Maar waarom doe je zo geheimzinnig? Nou, je hebt de reden net genoemd. Jij en Frits van Houten. Frits en ik, hier zijn we dan. Mooi wijn voor mevrouw en spa voor meneer. Hoe gaat het met je? Mirjam, bedankt. Ja, daar ben ik voor. Wat doe je op het moment? Linda probeert even een gesprek te voeren. Met mij. Oh, pardon. Ik ga al. Weet wanneer ik niet gewenst ben. Als je vindt dat ik mijn neus niet in jouw zaken moet steken, is dat terecht. Ik zou me niet met jou moeten bemoeien eigenlijk. Maar ik doe het toch. Omdat ik niet wil dat Arnie ongelukkig wordt. Wat is er dan aan de hand? Laat me even uitpraten. Alsjeblieft. Arnie heeft een enorm risico genomen door jou uit New York mee te nemen. Hoogendoorn zal hem hoe dan ook terugpakken. Ja, dat weet ik, maar wat wil je daarmee zeggen? Arnie heeft het gedaan omdat hij in jou gelooft. En eerlijk gezegd vind ik dat nogal naïef. De manier waarop jij met hem omgaat vind ik werkelijk beneden alle pijl. Waar heb je het toch over? Ik begrijp je niet hoor. Nee, nou, alsjeblieft. Ik ben bevriend met Trix Gerritsen. En Trix heeft mij precies verteld wat Frits van plan is. Hij heeft haar gedumpt voor jou. Jo, kom nou. Ik weet het, ik zou me niet met jouw affaires moeten bemoeien. Arnie is mijn vriend. Ik wil dat je eerlijk tegen hem bent. Ik wil dat je hem vertelt dat jij iets hebt met Frits. Dat heb ik niet. Denk eens even na, joh. Ik ken Frits, ik weet toch hoe die is. Als je er even over nadenkt, dan weet je toch dat het allemaal niet klopt. Ik zou nooit een verhouding beginnen met zo'n klootzak. Hij is net als zijn vader. Ik heb mijn lesje ondertussen wel geleerd. Ik ga met hem om en ik weet dat Arnie dat niet leuk vindt. Maar het enige wat ik wil is zorgen dat ik krijg wat me toekomt. Meer niet. En Arnie en jij zullen dat toch echt maar moeten accepteren. Pa? Heb je even tijd voor me? Natuurlijk. Spijt me van die ruzie van vanmiddag. Nou, daar moeten we het maar niet meer over hebben. Je zei dat ik je nooit om raad vroeg. En daar had je eigenlijk wel gelijk in. Daarom ben ik nu naar je toegekomen. Nee, probleem op je werk. Maakt Rien Hoogendoorn het je moeilijk? Nou, het heeft zijdelings met hem te maken. Hij is geen unicum, hè? Bij mij op de zaak lopen tientallen Rien Hoogendoorns rond. Jawel, maar dat is nee, niet... als je me even uit laat spreken, zal ik je een voorbeeld geven. Vanmiddag komt een van de andere kandidaten voor de baan van Van Driel op me af in de kantine. Hij is jonger dan ik. Probeert me af te zeiken waar anderen bij zijn. Ik heb de zaak direct omgedraaid en hem een heleboel vragen gesteld over zijn afdeling. Begrijp je waar ik heen wil? Jawel, maar... Ik heb hem compleet voor schut gezet. Kijk, dat is de manier waarop wij de Rien Hoogendoorns moeten verslaan. Zorg ervoor dat je altijd meer van hun werk af weet dan ze zelf ervan af weten. Begrijp je? Ja. Hey, ik heb zin in een wodka. Wil jij er ook een? Een met citroen? Nee, dankjewel. Ben jij vrolijk? Is dat werk zo leuk? Ik heb eindelijk weer eens een goed gesprek met John gevoerd. Voor het eerst sinds maanden. En het is zo lang geleden dat ik een dinertje gaf. Ach, ik vind het leuk als je komt. En Gerard natuurlijk ook. Nou, op hem zou ik maar niet rekenen. Hij wordt op het ogenblik totaal in beslag genomen door het conflict met Anita. Ik ga naar mijn werk. Wist jij trouwens dat ik de nieuwe overbuurman heb gezien? Ja, Suzanne heeft hem gesproken. Ah. Lijkt een aardige man. Nou, wacht maar tot je hem ziet. Zo, hij heeft blijkbaar indruk gemaakt. Nou, het is wel een interessante man. Tot ziens. Interessante man. Hé, hey Helen, er woont een interessante man aan de overkant van de hal. Wat denk je aan? Nou, het is zo vreemd. Martin en ik hebben altijd een goed contact gehad. Althans, dat is wat ik dacht. En nu stuurt hij jou met Kerstmis een schets en ik hoor niets van hem. Vind je het kinderachtig dat ik me gepasseerd voel? Ik wist dat ik het je eens zou moeten vertellen. Ik heb de afgelopen 3 jaar wel vaker contact met hem gehad. Waarom heb je me dat nooit eerder verteld? Omdat hij niet wilde dat je achter de waarheid zou komen. Hij is alcoholist. Hallo. Dag, Suzanne. Oh, u kent mijn naam. Sorry. Ik zag hem op een brief staan. Ah, drukke nacht gehad in het ziekenhuis? Zoals gewoonlijk.
Mevrouw Helmink, de vrouw bij wie ik woon, die vraagt of u zin heeft om een kopje thee te komen drinken een keer. Oh, daar hou ik jullie aan. Maar het zal wel even duren. Misschien volgende week als ik ochtenddienst heb. Oké. Ik hoop het. Ik kan jullie nu al vertellen dat mijn nieuwe baan het beste is wat ons ooit is overkomen. Ja, om te beginnen betekent het voor jou ook een promotie, want wij blijven natuurlijk samenwerken. Hé, hey, daar zit wat in, man. Oké, ik geef me over. Als iedereen zo optimistisch is, dan zal ik mijn pessimisme wel laten varen. Zo mag ik het horen. Ja, het is een beetje een gekkenhuis geweest de laatste tijd, maar dat doet me trouwens aan denken dat ik mijn excuus aan je moet aanbieden over Jan Henk Gerritsen. Dat was niet eerlijk van me. Nou, valt wel mee. Vraag hem een keer te komen eten. Ja. De post. Alleen een brief voor de Jan, verder niks. Oh, nou, dat is altijd beter dan een belastingaanslag, hè? Schat, wij moeten echt weg. Schat, je komt er later als je niet opschiet. Hey. Ja, ja, ja. Dag. 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 Mark de Mol. Oeh, een zware aftershave. Mag ik hem alsjeblieft? Zie je Tim nog vandaag? Nee, dank je. Ik heb gisteren zijn nieuwe vriendin gezien en dat zei me genoeg. Kom op, Jan. Hij heeft een foutje gemaakt. Een klein, lullig foutje. Wat je zegt, een lullig foutje. En met zo'n trut? Wat mij betreft bestaat die jongen niet meer. Die jongen heeft meteen geschreven nadat je bent weggegaan, hè? Wat mogen we daarvan denken? Niks. Hoezo? Nou, jullie zijn wel erg goede vrienden geworden in die korte tijd. Nou, en? Misschien moet je eens een keertje wat eerlijker tegen jezelf zijn, Jan. Voordat je Tim van alles in de schoenen schuift. Hey. Hoi. Hey, ik denk dat we het mis hebben. Ik geloof niet dat Linda iets met Frits heeft. Volgens mij wel. Jan Henk, die zei... Ze zei mij van niet. En ik geloof dat. Wie zegt dat ze niet ligt? Ik? Ik ken haar langer dan vandaag. Ik voelde dat ze eerlijk was. Ja? En hoe kan het dan dat Frits mij dumpte toen zij aan de horizon verscheen? Wie zal het zeggen? Een ander meisje? Je weet dat hij een versierder is. Maar zij is bij hem geweest en vaak. Ja, om dat geld van Hogendoorn op te halen. Geloof me, Trix. Ze zei de waarheid. En trouwens, ik denk nog steeds dat jij het beter af bent zonder hem. Hij liet het me beloven. Maar we moeten iets doen, Helen. Ik heb van alles geprobeerd. Martin wil niet. Hij nam altijd contact met me op, maar hij wou me nooit zijn adres geven. Ik zal hem vinden. Ik moet hem vinden. Helen Helmink. Hallo, met mij. Martin. Waar ben je? Ik heb je nodig. Als je me zegt waar je bent, dan kom ik naar je toe. Het gaat slecht met me. Heel slecht. Je moet komen. Waar ben je? Natuurlijk kom ik naar je toe. Martin. Alsjeblieft. Martin. Verbinding is verbroken. Wat zei hij? Hij gaat dood. Ik weet zeker dat hij doodgaat. Hij kon me niet meer zeggen waar hij is.